kwijt. Voor de eerste keer wint de Nederlander de ronde van Italië. And Democrats are going to be saying what went wrong. De vakbonden vieren het als een grote overwinning. This is an historic moment. The United States of America has elected its first black president. De Soul Soundtrack van de week. Martin Koolhoven maakte films als Het Schnitzelparadijs, Oorlogswinter en Brimstone. Hij weet heel veel van films maken, maar ook van oude soulmuziek. En daarom vraag ik hem elke week om een liedje te kiezen dat past bij iets dat de afgelopen week is gebeurd in het nieuws. Martin, gelukkig nieuwjaar! Ja, gelukkig 2019. Ja, hoe was jouw jaarwisseling in Noorwegen? Ja, dat gaat eigenlijk toch wel min of meer hetzelfde. Dat knallen ze ook gewoon van alles de lucht in. En champagne. En het was hartstikke gezellig. Echt heel leuk. Oké, dus die had net goed in Nederland kunnen zijn. Eigenlijk wel. Uiteindelijk, kijk, mijn vriendin die komt uit Noorwegen. Dus ja, die moet gewoon met kerst. Dat is een soort ding, weet je. Dat is daar heilig. En dan hobbelt daar het nieuwe jaar een beetje achteraan, weet je wel. Nou ja, ja, wel zo eerlijk, toch? Ja. En jij, waar was jij? In Amsterdam-Noord bij de kerstboomverbranding. Ah, de boel in de fik gestoken. Ja, lekker mijn nieges in het vuur gegooid. Ja. Dat kan nog wel eens lelijk uit de hand lopen, die fik hier en daar. Nou ja, er kwam ook letterlijk een vuurpijl op ons af, hoor. Het was heel leuk totdat dat gebeurde. En toen dacht mijn bonuszoon, nu wil ik naar huis. Dus dat was inderdaad zo leuk als het duurde. Zolang als het duurde was het leuk. Ja, maar zoals elke week geef jij je muzikale kijk op iets wat er is gebeurd. En Twiggy, dat is een dame die ik niet ken uit haar tijd dat ze model was. Maar zij was wel een trendsetter, begrijp ik. Ja, zeker. Nou ja, ieder jaar op 1 januari dan zijn er weer de New Year Honors. En dan krijgt een hele vracht Engelsen dus een ultieme schouderklopje van de Engelse koningin. En dit jaar dus onder meer filmmaker Christopher Nolan, maar dus ook inderdaad model Twiggy, die daarmee de titel Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire krijgt. Wauw. Dus die heet nu Dame Twiggy. En in de jaren 60 werd eigenlijk de meer voluptueuze look ingeruild voor, zullen we het noemen, anorexiale. En Twiggy die was daar een beetje de poster girl van. Dat was eigenlijk de eerste. Ja, echt. Mager was ze. Qua dat, weet je wel. De Twiggy dus, die eigenlijk Leslie Hornby heet, die werd op haar 16e een wereldsensatie. Dat met de korte haar, grote ogen, lange wimpers en dunne lichaam. En ze heeft na haar modeldagen ook nog een beetje geacteerd. Maar ja, ze zal voor altijd wel bekend zijn als dat dunne modelletje dat het gezicht van de jaren 60 werd. En het nummer dat ik daarbij uitgezocht heb, komt van de Japanse kitschpopband Pizzicato 5. En dat heet Twiggy Twiggy. En dat werd voor het eerst uitgebracht in 1991. De band die begon al in 1979. Na een aantal persoonlijke veranderingen, personele veranderingen, volgden er een aantal hits in de jaren 80, waarna de band bij Sony tekende. De hits die stopten en na een aantal flops begon de platenmaatschappij aan te dringen dat ze maar weer eens een nieuwe zanger moesten nemen. En ik ga niet al die namen van al die bandleden en die zangers aan niet allemaal noemen. Nou ja, vooruit eentje dan. In 1990 werd Maki Nomiya de zangeres en het gezicht van de band. En dat is ook de tijd dat samplen in de muziek begon te komen. Dat eigenlijk gewoon de hele muziekindustrie veranderd heeft. En Pizzicato 5 die omarmde die techniek ook. En startte de Japanse kitschy retro-stijl die de wereld zou veroveren als Shibuya-kei. Oftewel het Shibuya-systeem. Een mix tussen jazz, hip-hop, bossa nova, elektronica, punk, pop en zelfs een beetje klassieke muziek. Die gekoppeld werd aan een flinke dosis ironie en bovendien een campy esthetiek. Het is de tijd waarin hier de muziekstijlen die men lounge en easy tune noemt de dansvloeren veroverd. Producers mengen dan techno met filmmuziek uit de jaren 60 en 70. En DJ's die vervangen de dampende house dan voor Bert Kempfert en Herb Albert. Mm-hmm. En gek genoeg, die muziek van Pizzicato 5 die sluit daar eigenlijk behoorlijk goed bij aan. Nadat de Amerikaanse hippie indie label Matador via wat verzamelplaten hun werk naar de States heeft gebracht, volgt dan in 1979 Happy End of the World, hun eerste album dat simultaan in zowel Japan als maar Amerika wordt uitgebracht. En dan bestaat Pizzicato 5 eigenlijk nog maar uit twee mensen, die de zangeres Maki, en ik ga nog een naam noemen, Yasuhara Kunichi, en dat is schot in de roos. Het Nederlandse easy-tune duo Arling en Cameron doet op het album ook mee. Er staat een nummer op Arigato We Love You en dat wordt mede door hen geschreven. Het begint met een telefoongesprek tussen de partijen. Er zit Hello easy-tune Amsterdam, this is Pizzicato 5. Ik was in die tijd helemaal gek van het album. Ik heb het helemaal grijs gedraaid. En omdat het toen nog niet zo bekend was, maak ik er overal hele goede sier mee. Dus ieder feestje waar ik dat vrolijke album opzette werd laaiend enthousiast gereageerd. De mensen die doken op, iedereen wilde weten wat het was.
Nu is het album gek genoeg heel slecht verkrijgbaar. Staat het niet op Spotify. Maar als je alsjeblieft zoekt Happy End of the World, Preacher Cut of Five op YouTube. Want dan vind je het hele album. En ik vind het nog steeds geweldig. Anyway, van daaruit leerde ik hun eerdere werk kennen. En Twiggy Twiggy is dus een nummer dat ze gemaakt. Eigenlijk toen Maki net de nieuwe zangeres was. Dat is een jaar of zes eerder. Ik heb de vertaling opgesnord en de tekst is eigenlijk te onbenullig om zo te citeren. Het gaat over dat ze samen met de kat dus aan het wachten is, geloof ik. Oh, oké. Okay. Het refrein doe ik wel even. Dat is, ik draag een minirok als Twiggy. Ik doe een Twiggy pose. Ik ben net zo dun als Twiggy en ik lijk op Twiggy. Nou, verder instrumentale samples zijn van Jimmy Smith, Lalo Schifrin, Diana Warwick en de titelsong van de Amerikaanse televisieserie Hawaii Five-0. Ik ben altijd ontzettend geïnteresseerd in hoe kunstenaars elkaar beïnvloeden. En helemaal als ze uit verschillende culturen komen. Ik ben een filmmaker, dus bijvoorbeeld Amerikaanse westernmaker John Ford. Die inspireerde de Japaner Akira Kurosawa. Die heeft de cowboys vervangen door samurai. Dat baseerde dan de Fransman Jean-Pierre Melville weer om zijn film te maken. Die heet over een huurmoordenaar Le Samurai. En dat was dan weer op invloed van John Woo, die de killer maakt in Hongkong. En dat was dan weer de inspiratie hier in het westen van Quentin Tarantino. Nou, dit is ook zoiets, een hippe Japanse band die laat zich inspireren door westerse popcultuur. En dat wordt hier dan weer omarmd en nagedaan. Pizzicato 5 met Twiggy Twiggy. Tot over 2 weken, Martin. Tot over 2 weken. Dit is de Soul Soundtrack van deze week.